Goedemorgen allemaal. Het is nog hartstikke vroeg. Het is 6:10. Ik ben net mijn bed uitgerold en even gedoucht. Vandaag is het D-Day voor ons. Oftewel de dag voor de Crea-doel. We gaan vandaag de stand opbouwen. En ik ga jullie laten zien wat we... eigenlijk een kijkje achter de schermen. Eerst nog even het hondje uitlaten. Ik weet niet of je het kan zien. Dan zitten we verstopt achter mijn been. Oh, daar is ze. Puff, kijk even. Ja, we gaan even Puff uitlaten. Dan gaan we naar de winkel vervolgens. En dan... ga ik jullie verder laten zien wat we allemaal vandaag gaan doen. Kijk je mee? Net in de winkel aangekomen. De wallen hangen onder mijn ogen, maar goed, het maakt niet uit. Het is die day zoals ik net al zei. We gaan de Crea-doel opbouwen. We gaan eerst even koffie drinken. Maar ik ga je wel even laten zien hoe de winkel erbij staat. Want die is echt ontploft. Om 8:00 gaan we de vrachtwagen ophalen. En dan gaan we de vrachtwagen inladen om vervolgens naar Utrecht te gaan. En dan gaan we de stand opbouwen. Dus voor iedereen die gaat komen, dan kan je het alvast een beetje zien. En voor iedereen die niet gaat komen, dan kijk je achter de schermen vandaag. Dit is de winkel zoals je hem kent. Het achterstuk. De Mr. J, artist. Cotton, sokkenwol, et cetera. Met de Venus. Kolenkorte scheepjes ritsen. Even in de keuken. En dit is de winkel zoals je hem niet kent. Ik ga je even laten zien. We hebben alle kasten al ingepakt van tevoren. Naakte poppen die mee moeten. Hier zijn allemaal pakketten in. Van Orgy Crochet onder andere. Zie je. Rendier, kerstboom. Ook de pakketten van Jason Panda zitten hierin. Zoals je kan zien. Die gaan allemaal mee. Deze kast gaat een soort van leeg mee. Die bouwen we verder op. Dan hebben we hier de meest kleurrijke kasten. Met een patje batik. Alle 46 kleuren zijn mee. Alize hebben we dit jaar bij ons. Een patje fluffy. Softy. De Sunday hebben we bij ons. We hebben de etalage helemaal volgebouwd met dozen. Crea-doel boxen. Je kent hem wel. €50. 6 projecten. Daar liggen de Orgy Crochet pakketten. Voorbeelden liggen daar. Zij gaan niet mee trouwens. Wat hebben we nog meer bij ons? Oh kijk, de Sissy Bebe Blanket. Papatje cake zilver, papatje angora cake, papatje angora, papatje zilver. De lege boekenmolen waar je straks alle nieuwste boeken in terug kan vinden. Alle boeken van Jay hebben we bij ons, alle boeken van Nicky hebben we bij ons. Natuurlijk de Orgy Crochet scheurkalender. Nog een papatje. De achterkant van de kast van de Mr. J Artist en een van de nieuwste garens. Ligt er nu nog niet zo netjes bij. Maar is de Mr. J Blush. Dat gaan we straks allemaal in een vrachtwagen stoppen. En dan zie ik jullie straks weer als iedereen aanwezig is. En dan gaan we de vrachtwagen inladen. De vrachtwagen is er. Ron is er, Patrick is er. Mr. J is er natuurlijk ook. En we gaan even vandaag de vrachtwagen vullen. Zodat we zometeen de stand in Utrecht kunnen gaan vullen. Kijk je mee? We zijn in Utrecht aangekomen. Het is nog leeg en lelijk zoals je allemaal kan zien. Dit is onze stand. Er staat nog helemaal niks in. Ik ben in afwachting van de vrachtwagen, die is onderweg. Dus ik ga nu alvast plastic even weghalen, zodat straks de kasten er gelijk in één keer in kunnen. Dus zo meteen zie je er wat meer behind the scenes met per aanpasje op de Crea-doel. Het begin is er, zoals je kan zien. We zijn druk bezig met de stand verder op te bouwen. Arnie staat hier lekker de dikke chenille te vullen. En een superleuk krukje. Mr. J Artist. Kijk, de Alize Artist. Socks, plus, blush. En onze technische dienst is druk bezig met lampen, televisies en dat soort dingen. Dus het begin van de stand is er.